Beste vrienden van Beverlee, eerst en vooral proficiat met de behaalde titel. Ik denk dat dat het werk is van iedereen. Ik heb het ooit meegemaakt, ook in Beverlee. 2 jaar gepromoveerd en ik weet welke feestjes dat er toen aan vastingen. En ik vind het altijd super leuk dat er mensen uit onze omgeving opnieuw kunnen vieren. De laatste weken hebben we het ook met jullie meegevocht. En na de winst op SV Kortrijk ligt de baan open en ik ben heel blij dat je het afgemaakt hebt. Geniet ervan vanavond, drink een pintje meer. Let op als je naar huis gaat en morgen zal het wel vroeg dag zijn. Maar geniet vooral van deze titel. Je hebt het allemaal verdiend. Frankie, ik heb ook nog een vraag. Hoe moeilijk is het als jonge trainer om direct kampioen te spelen in het eerste jaar? Dat is moeilijk. Je hebt nog niet veel referenties, je hebt nog niet veel ervaring. Het moet een beetje klikken. Ik heb dat ooit ook meegemaakt, toevallig in Beverlee. En ik herinner mij nog dat we de eerste 2 matchen niet wonnen. We hadden amper 1-4, dat was nog in het 2-punten-systeem. En toen hebben we een goede reeks neergezet en zijn er vertrokken. En dan, ik vind dat je spelers vooral kijken naar de ernst. Naar hoe dat je als coach coacht. Ik was ook een winnaar, ik was een stuk leider. Ik probeer ook altijd te werken met een plan. En als je dan nog wat persoonlijkheid hebt, dan kun je slagen in het leven. Maar het is inderdaad niet gemakkelijk om als jonge trainer direct iedereen achter u te krijgen. Ik denk dat dat ook een stukje logisch is. Iemand die een goede trainer is en ben je verleden, is dat meestal een grote toekomst. Niet waar, Frankie? Wel, maar bij deze wil ik ook Maarten feliciteren. Ik vind het geweldig dat er iemand uit onze omgeving kampioen speelt. Maarten is een geweldig voetbaldier. En zonder dat je voetbaldier bent, kun je ook je mensen stimuleren en coachen en motiveren. En ik zou zeggen, Maarten, doe zo verder. Je bent op de goede weg. Ik heb het ooit meegemaakt in 86, want ik herinner me dan nog altijd heel goed. Het was het kampioenschap 86. 87 en later 87, 88, dat we met Beverlee 2 keer gepromoveerd zijn. Als ik snel uitreken, ik denk dat mijn contract nog 7 jaar loopt. Dus in principe, Maarten, moet jij hier binnen 7 jaar bekwaam zijn om niet meer hier de wassen te doen. Maar Frankie Durie op te volgen en verder te leiden door Europa heen. Maar in ieder geval, proficiat jongen, geniet ervan. En die toekomstplannen zullen we samen wel in elkaar steken.